Het seizoen is voorbij en dan kijken we al richting het komend seizoen. Kortom, transfermarkt nieuws. Want Ted Verleeuwen moet aan de bak. Gaan een hoop spelers weg en er moeten dus een hoop spelers gehaald worden. Wij nemen even het transfernieuws met je door. NEC wil graag Rodrigo Goed overnemen van Atalanta. Hij was hier op huurbasis, hij heeft het goed gedaan en nu zegt NEC, we willen hem graag hebben. Er zou 8 ton geboden zijn, hebben wij gehoord, en daar is Atalanta niet mee akkoord gegaan. Ze willen het dubbele. Kortom, Ted moet nog even onderhandelen daar. Laten we hopen dat we Goed ook volgend jaar weer in de Goffert zien. En dan Tafsan, die wil weg bij NEC. Tenminste, dat zou hij bekendgemaakt hebben hier bij NEC. Eerder bij ons voor de camera's zei hij ook al klaar te zijn voor een volgende stap. NEC wil meewerken. Wij hebben een vraagprijs gehoord van 1,3 miljoen euro. Of er al een club zich heeft gemeld voor Tafsan, dat weten we niet. En dan Cas Odenthal. Die heeft een nieuwe club. Welke club, dat weten we niet. NEC wil er ook niks over zeggen. Die zeggen, ach, dat is aan Cas Odenthal om te vertellen waar hij naartoe gaat. NEC zou hem wel een aanbod hebben gedaan in december. Daar zou hij niet op in zijn gegaan. Hij is geswitcht van managementteam in het voorjaar. Die doen heel veel zaken in Duitsland. Naar verwachting zal hij dus ook vertrekken richting Duitsland. Ja, en dan die spits. NEC moet een spits hebben. Al 3 jaar lang zijn we eigenlijk op zoek naar een goede spits hier in Nijmegen. En de naam van Jurgen Lucadia kwam deze week naar boven drijven. De 28-jarige spits speelt nu bij Bochum in Duitsland. Hij is transfervrij. Er zou gesproken zijn met Lucadia. We kennen hem ook nog uit zijn PSV-tijd. Nou, een doelpuntenmachine. Laten we hopen dat hij richting Nijmegen komt. En dan nog de vraag aan de echte kenners. Welke spits zou er moeten komen bij NEC? Hey. En weet je wie ik ook goed vind? Nou? Een PZ, dat is net zoiets als Akman. Die van de Sander van Eindhoven. Ja, die is al weg. Is je weg, Wim? Naar NAC. Oh, kijk. Dus... Weer te laat. Jullie hebben er wel kijk op, hè? We weten ja, alles van elkaar. Ja, ja, maar je moet in de televisie kijken. Weet je wie we moeten vastleggen? Ja? Sissoko. Ach, gaat er een wegbal omdat hij. Omdat hij nou 2 keer. Hey, dat was de beste inval in de laatste wedstrijd. Ja. Ja, alles wat hij deed, deed hij goed. Deed hij goed. Maar je moet het zeggen. Die moet er inderdaad bij houden. Die moet erbij houden. Ik heb nog een karma thuis. Ik wil hem best wel. Wil jij hem begeleiden? Ik wil hem wel begeleiden. Ik breng hem iedere dag op de fiets hier naartoe. Maar je moet hem niet te hoog. Je moet hem niet te hoog tellen. Tot zover een beetje het transfernieuws. Laten we hopen dat we volgende week meer nieuws hebben. Je volgt het natuurlijk op rn7.nl.